Wat is jouw grootste blunder? Dat is toch super lief? Ik ben wel altijd op de set degene die heel veel moet lachen. En zij heeft veel bloopers van. Daar, ja, heel veel. Is het zo serieus tussen jullie? Geen probleem. Taart? Vond je het leuk om mee te doen aan Dance Dance Dance? Wij vonden jullie in ieder geval heel goed. Bye! Oh, die tweede snuiter erbij. Te cute. Het was echt fantastisch. Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. Natuurlijk samen met mijn vriendje, met Zoey. Wij hebben gewoon een instelling gehad vanaf het begin. Wij gaan hiervoor. Maar kon je al een beetje dansen van tevoren? Ja, ik heb hiervoor wel gedanst. Ik heb een dansopleiding gedaan. Ik kan niet zo goed dansen. Ja. Dus misschien moet jij me zo even een pasje leren. Oké. 6, 7, 8, 10. Kung, kung, kung. De billen. Zo. Zo. Ja, heel goed. 5, 6, 7, 8. Gaat heel snel. Wat was jullie favoriete dans op Dance Dance Dance? Mijn favoriete dans was, ja, ik denk dan What About Us. En mijn solo applaus van Lady Gaga. Tijdens Dance 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 noemde je Zoey Spruitje. Dat heeft iedereen gehoord. Maar hoe ben je op de naam gekomen? Hoezo noem je hem Spruitje? Ja, Spruitje, dat is ook... nou ja, waar het vandaan komt, geen idee. Ik noemde hem eerst dat ook snuit en snoet. Maar wat vindt hij hier dan van? Ja, hij zei eerst wel altijd van... Ja, maar hoor, dat is wel een beetje gek hoor, om tegen mij te zeggen. Dat is wel een beetje raar. Maar ja, ik vind dat gewoon leuk. Ik hou van die soort schattige namen. En ik vind hem ook gewoon... Af en toe ook heel schattig. Goed, goed. Gaan we even een snelle vragenronde doen. Oh, jee. Zo snel mogelijk antwoorden. Oh, goed? Oké. Dansen of acteren? Acteren. Wat is je grootste angst? Spinnen. WhatsApp weg of Instagram weg? Oh, Instagram weg, denk ik. Ja? Nee, WhatsApp weg. Ik kan altijd nog sms'en. Goede tijden of nieuwe tijden? Nieuwe tijden. Ik heb geprobeerd mijn zus te vermoorden. Nou, nieuwe tijden is echt gestopt. En, nou ja, weet je, het is in principe echt klaar. Wie weet komt het ooit terug. Dit is geen spoiler, want ik heb echt geen idee. En ik heb niks om aan te trekken. Join the club. En goede tijden, ja, daar, mijn rol bestaat nog gewoon. Sorry dat ik Sam heb verteld dat jij Ricky nog steeds... Oh ja, bedankt daarvoor. Ik ben nog steeds gewoon de dochter van Ludo. Dus dat kan altijd. Het staat nog niet op de planning, maar wie weet kom ik ooit nog een keer terug. Waarom? Omdat Janine haar excuses aanbiedt. Jij was heel klein als kind, denk ik. Maar toen stond je ook al in de belangstelling omdat je een hele bekende vader hebt. Ja, mijn vader, dat is Herman Brood. En die is overleden toen ik bijna 7 was. En dat was, ja, dat was een kunstenaar en zanger. Er was ook een mooie afscheidsavond voor je vader in Paradiso. In Paradiso, ja. Daar stond jij ook nog even op het podium. Het zat er bij mij gewoon vroeg in. Ik wilde gewoon altijd op het podium staan. Toen heb ik Afrika tot in Amerika van K3 gezongen. Goeie keus. Goeie keus, vond ik ook. Mooie keus ook. Afrika tot in Amerika, tot in de Himalaya, tot in de woestijn. Ja, en ik ben achteraf nog steeds heel blij dat ik dat wel heb gedaan. Hoe gek het eigenlijk ook is. Ja, ik keek ook laatst de beelden weer terug. Toen dacht ik ook wel van ja, ik denk dat dat toch wel een heel bijzonder moment was. Dat dat toch ineens bij mij wel opborrelde dat ik dat per se wilde doen. Ja. Je zat ook in Kinderen voor Kinderen. Kinderen voor Kinderen, ja. Ik denk dat inderdaad dat ook een beetje een droom is van ieder kind. Het is zingen, dansen en doen. Ik heb een soort beugel. Alleen als ik jou op tv zie, sta je dan altijd super mooi recht. Maar heb je vroeger dan eens ook een beugel gehad? En wat voor beugel heb je dan gehad? Ach, ja, lieverd. Dat vind ik echt... Ja, ik heb ook gewoon een beugel gehad. Ja. Ja. Wat vond je daarvan? Nee, drama, huilen, schreeuwen. Ja. Ah, ik dacht, mijn leven is voorbij. En... Ook een buitenboord? Maar ook een buitenboord. Nu ziet het er wel mooi uit. Het ziet er wel helemaal fijn uit en ik ben achteraf heel blij dat ik het heb gedaan. In welke film of serie zou je nog super graag willen spelen? Ik zou heel graag in een inderdaad zo'n actiefilm of een beetje fantasy, een soort Harry Potter idee. Petrificus Totalus.
Want er komt een film aan. Ja, er komt een film aan, vals. Maar echt best wel een beetje een enge film. Ja, het is wel een beetje eng, ja. We hebben een meidenweekend. Uurtje voor acht? Maar ik denk dat dit ja, ook een hele leuke film is. We zijn nog niet van jou af. Nee, jullie zijn zeker weten niet van mij af. Nee, ik hoop het niet.